1988 is het jaar waarin Nederland Europees kampioen voetbal wordt. En de voetballers weer. Hier is verdedigd. Het is het jaar waarin het ruimteveer Discovery gelanceerd wordt. Het is het jaar waarin de dader van de moord op Gerrit-Jan Heijn opgepakt wordt. En het is het jaar waarin er hard gewerkt wordt aan de realisering van Nederlands eerste soap, Medisch Centrum West. 25 jaar na de eerste uitzending nodigt Het Geheim van Medisch Centrum West de oude cast en crew uit. Hey Mark. Rob. Jij ziet er nog goed uit. Hallo. Nee. Niets veranderd. Niets veranderd. Hallo. Dag schat. Oh, Mark. Hi lieve. Dag. Oh ja, natuurlijk. Prettig. Ja. Hier is nog eens weer. Welke? Lievert. Oh. Ja, kind. Dat is een... Je bent toch geen steek veranderd, hè? Maar nou, niks. Dat hoor ik graag. Simon? Hey, hallo. Oh, ik dacht dat u alleen was. Ik kom straks wel even terug. Nooit haalde een andere Nederlandse dramaserie daarna nog zulke hoge kijkcijfers. Vandaag proberen we het geheim te ontrafelen achter het succes van Medisch Centrum West. Hallo. Het was de eerste primetime soap van Nederland. Dat hebben we geweten. De verwachting bij de Tros die werd uitgesproken door Ted Moore. Wij willen met deze serie minimaal 100 afleveringen proberen te scoren. En als dat niet lukt, dan beschouwen we het project als mislukt. Als ik het van tevoren geweten had wat mij te wachten stond, dan had ik het misschien wel niet gedaan. Cheers. Mooi gedaan, hè? Leuk dat jullie weer gezien. Ja, heel bijzonder.